Ja, hi jongens en meisjes. Heel leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe Kids-uitzending. We zijn weer terug naar de vakantie. En hoe? Want we hebben ook nu weer een hele speciale gast bij ons. Dat is namelijk Paul Jan Dekker. En je kent hem misschien wel van zijn verhalen vanuit de ambulance die geschreven zijn in Ter Degen. Paul Jan, hartelijk welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Hey, hoe ben je precies ambulancechauffeur geworden? Ambulanceverpleegkundige is het. Oh, sorry. Ja, is dat een verschil? Ja, dat is wel een verschil. Oké, vertel. Nou, de een bestuurt het voertuig van de ambulance en assisteert de verpleegkundige. En de verpleegkundige is verantwoordelijk voor de patiënt. Ja. Dus als we bij een patiënt komen, dan moet de verpleegkundige de beslissingen maken. En de chauffeur die assisteert dan. Ja. Dus dat is het. Maar hoe ik erbij gekomen ben? Ja, dat is eigenlijk al van jaren geleden. Ik wilde vroeger bij de politie werken. Maar ik werd afgekeurd. Die paste niet iedereen, maar mij in ieder geval niet. Jammer. Dat was jammer, inderdaad. Dat was helemaal teleurstelling. Toen een tante van mij, die werkte in Dordt, in het ziekenhuis. Die zei toen op een verjaardag, joh, je moet in het ziekenhuis solliciteren. Dat maak je misschien wat meer kans. Dus ik dacht, nou ja, overbrugging van 2 jaar of zo. En dan kon ik alsnog solliciteren bij de politie. Maar aangaande die opleiding, want ik was daar wel aangenomen, gelukkig, Kon ik het steeds leuker worden. En op een gegeven moment was ik verpleegkundige. Doorgeleerd IC-verpleegkundige en de spoedeisende hulp. En daar vandaan ben ik op de ambulance gegaan. Ja, mooi. Dat is eigenlijk in het kort even het verhaal. Het is inmiddels alweer 20 jaar geleden zo, dat ik de ambulance ben. Een hele poos, ja. Ja. Nou, we gaan zo meteen nog veel meer van jou horen. Dat is prima. Gelukkig stel ik deze vragen niet allemaal alleen. Want hier zitten 4 leerlingen van de Prins Maurits School uit Staphorst. Kunnen jullie je even voorstellen? Ik ben Nout Bloemert. Ik ben Boas de Witte. Ik ben Ilse Dont. Ik ben Maritons. Nou, heel erg fijn dat jullie er zijn. Ja, en jullie hebben jullie meester meegenomen, meester Eenkhoorn. Van harte welkom. Ja, dank u wel. Wat vindt u van deze klas, groep 5? Ja, groep 5. Het is een hele leuke klas. Wij hebben het heel goed en gezellig met elkaar. Ja, en als er gewerkt wordt, zijn we heel hard aan het werk. Ik ga met plezier naar school en volgens mij de kinderen niet minder. Fijn, nou dan gaan we gewoon vragen. Nou, ga je met plezier naar school? Ja. Ja? Mooi. Wat is zo leuk aan jullie meester? Want hij kan heel mooi verhalen vertellen. Gaaf. Wat voor verhaal heb je pas gehoord wat je heel mooi vond? De meester is nu bezig met Tom en Jimmy. Die gingen samen naar een eiland om goud te zoeken. Zo, dat klinkt heel spannend. Nou, misschien dat na de uitzending de meester nog wel een stukje verder wil vertellen. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Hey, Boas. Ja, jullie zitten hier, maar ik heb eigenlijk nog nooit kinderen in de studio gehad die er zo netjes uitzien zoals jullie. Kun je vertellen wat jullie aan hebben? Nou, we hebben stappers goed aan. Dat doen we niet altijd. Alleen als er iets anders is waarbij je stappers goed aan kan doen. Oké. Okay. Nou, dat klinkt wel heel bijzonder. En Ilse gaat er volgens mij meer over vertellen. Hè? Want waarom hebben jullie het pas naar school aan gehad? Vorige week geloof ik, toch? Wij hadden stappersdag. Wat houdt dat in? Toen ging iedereen stappen goed aan doen naar school. En wat doen jullie dan nog meer? Dan gaan we bij de trekkers kijken. Leuk. En is er dan ook nog wat lekkers wat jullie kunnen eten? Of? Ja. Ja, wat dan? Pannenkoeken. Zo, lekker joh. Hoeveel heb je erop? 1. 1. Maar jij lust er vast nog wel meer, denk ik. Ja, dat dacht ik al wel. Nou, jullie zien er echt, echt heel erg mooi uit. Hé, Marit, wat is er zo leuk aan jullie klas? Waarom zijn jullie de leukste klas? Vind je het leuk in de klas? Ja.
Mooi. En als je bijvoorbeeld naar buiten gaat, wat ga je dan doen? In de pauze ga je dan een ticketje doen? Of, gewoon over het schoolplein spelen. Leuk, en wat speel je dan? Op de duikerstangen gaan we een overlopertje doen we soms ook. Leuk. Zijn dat de leukste dingen van jullie klas of is er nog iets wat heel erg leuk is? Jullie zijn gewoon een hele leuke klas. Dat dacht ik al wel. Nou, jullie zien er echt heel mooi uit en jullie hebben vragen bedacht, hè? Nou, die gaan we zo meteen naar Paul-Jan stellen. Maar thuis kun je ook vragen stellen. Ga eventjes naar slido.com. Doe dat eventjes op een telefoon of op een tablet of zo. Blijf ondertussen op je laptop naar deze uitzending kijken. Vul achter het hekje. Vul daar eventjes in Kids Live. En dan kun je ook zo meteen meespelen met de quiz. Maar je vragen kun je ook alvast insturen. En wie weet stellen wij zo meteen jouw vraag wel aan Paul-Jan. En heb je daar antwoord op. De eerste vraag, Nout. Wat vond u het leukste? Het leukste wat ik meegemaakt heb op de ambulance bedoel je zeker, maar. Ja. Ja, best wel vaak maak je leuke dingen mee. Natuurlijk ook soms veel minder leuke dingen of hele erge dingen. Maar het leukst eigenlijk pas is nog... Ik kan wel iets wat ik al opgeschreven heb in te degen, maar dit is wel leuk, want dat weet nog niemand eigenlijk. Toen moesten we naar een patiënt die had een heel laag bloedsuiker. Dan heb je een hypo. Een laag bloedsuiker is dat. Dat kon hij nog wel zeggen, maar hij kon daar verder... Hij kon niet meer staan en niet meer lopen, want dan word je heel zwak in de benen. Maar hij had een gevaarlijke hond in huis, een pitbull. Weet je wel, dat is zo'n hond die niet zo heel lief is. Maar die kon hij niet te baas. En hij had wel 1-2 gebeld, dus toen moesten we naar binnen. Maar ja, wij dachten, we gaan niet naar binnen als die hond zo tekeer gaat. En hij kon die hond niet te baas. Gelukkig was hij vlak bij het raam. Toen zeg ik, doe het raam eens open. Dat kon hij dus nog wel doen. Toen hebben we zijn bloedsuiker gemeten, die was heel laag. En toen hebben we hem via een infuus... Hier zo, dat is dit. Zal ik eens even laten zien. Heb je die mand altijd bij je? Die mand heb ik niet bij. Oh, oké. Okay. Ja, ik weet niet. Kijk, dit is een infuus. Doe je zo. Maak je die open. Dat is misschien wel leuk om even te zien. En dan doen we daar een... Kijk, zo een vloeistof. Je hebt geen nepbot voor die hond bij je die je dan aan toe kan... Nee, gooien. We hadden de politie wel gebeld. Want ja, we dachten, misschien kan niet wat met die hond. Maar ja, die gaan ook niet iets met zo'n hond een stuk worst gooien of iets dergelijks. Nee, ja, dat zou je denken. Ja, dat zou je misschien denken, maar dat werkt dan op zo'n moment niet echt. Nog nooit geprobeerd? Nee, dat hadden wij niet geprobeerd. Kijk, en dan geven we zo het infuus. En die man die had zijn hand eruit. En dan gaf het infuus zo. En toen werd de glucosegehalte weer beter. Kon die man weer opstaan. Had hij de hond de baas. En toen konden wij nog even naar binnen om verder naar te kijken. Dus jullie deden dat vanaf buiten? Wij deden het gewoon vanaf buiten. Ja, dat is handig. Dat zijn wel bijzondere dingen. Dat was wel heel grappig. Ja, inderdaad. Boas, jouw vraag. Wat vond u het ernstigste ongeluk wat er is gebeurd? Ernstig, ja. Als mensen natuurlijk... s'ochtends naar huis gaan en naar de werk gaan bijvoorbeeld... of naar school gaan en ze worden overreden en ze sterven. Dat is eigenlijk het allerergste. Dat kan gebeuren natuurlijk als er een heel groot ongeval is. Waar eigenlijk bijna niks meer aan te doen is. Ja, dan zijn mensen gestorven. Dat is eigenlijk het ergste. Ja, mensen... En heeft u sowieso een keer meegemaakt? Ja, dat heb ik wel vaker meegemaakt. Jazeker. Is dat al lang geleden of... Ik denk een paar weken geleden nog wel, hoor. Dat inderdaad wel gebeurd is. Dan weet je misschien nog wel in Nieuw-Beierland met dat ongeluk. Gingen die mensen barbecuen, weet je dat nog? Toen was er zo'n vrachtwagen, die reed toen naar beneden. En toen zijn er wel een paar mensen overleden daar. Ja. Dat zijn wel hele heftige dingen. Dat was wel extreem heftig. Hoe ga je daar zelf mee om? Want misschien zijn er kinderen die kijken die later ook wel bij de ambulance willen. Heb je dan tips voor? Ja, vroeger werd daar een beetje zo gezegd van... Nou, oké, dan moet je maar gewoon tegen kunnen. Hè, als je daar niet tegen kan, dan ben je niet geschikt voor het werk. Dat werd eigenlijk best wel zo gezegd. Maar gelukkig is dat de laatste jaren niet meer zo. En dan word je even uit dienst genomen. Hè, dus dan krijg je niet gelijk weer een volgende rit. Maar dan ga je even praten met elkaar, maar ook met iemand die... het gesprek leidt. Ja.
een teamcollegiaal overleg, noem je dat, TCO. En dan praat je met elkaar erover. En dan wordt er gevraagd, joh, zie je het zitten om weer verder te rijden? Of ga je toch even uit dienst en naar huis eventueel? Dat kan ook, ja. Oké. Dus daar is gelukkig wat meer aandacht. Ja, dat is wel fijn, denk ik. Ja. Ilse, jouw vraag. Bent u de chauffeur of bent u de dokter? Nou, ik ben eigenlijk geen van tweeën. Ik ben geen dokter en ik ben geen chauffeur. Nee, mij moet je niet laten rijden in de ambulance. Ik ben altijd blij als ik weer ergens heel aankom, zeg maar, met mijn eigen auto. Want ik heb zo erg? Drie auto's stoten los gereden. Oh. Dus nee, je moet mij niet achter het stuur in de ambulance zetten. Beter van niet dan? Nee, dat is beter van niet. Nee. Ik ben verpleegkundige, dus gewoon in het ziekenhuis opleidingen gedaan. En dan verpleegkundige. En dan kan je gewoon op de ambulance. Dan krijg je ook weer een opleiding voor. Dus je moet best wel wat opleidingen doen. En eigenlijk klaar ben je nooit, want je moet altijd ieder jaar weer een paar dagen naar school om weer bijgeschoold te worden, weer een cursus, weer laten zien dat je het ook goed kan. Dus het is altijd weer, denk je van, nou, heb ik die scholing gehad, klaar. Nee hoor, je zit er, twee maanden later zit je weer in de schoolbank. Ja, maar dat is ook wel goed, denk ik. En dat is wel goed, ja zeker wel. Ja. Nou, dan horen jullie ook gelijk, en de andere kinderen, hoe belangrijk school is. Marit, jouw vraag. Hoeveel jaar werkt u al op de ambulance? Vanaf 2001. Dat weet ik nog heel goed, want toen hadden we de Volendam-ramp. Dat weten jullie niet. Ja, die mensen liepen vroeger ook een klederdracht in Volendam. Nou, heb je dat niet meer. Maar de Volendam-ramp, en dat was voor mij toen de aanleiding om op de ambulance te gaan werken. Ja. Dat was 1 januari 2001 was die Volendam-ramp. Dat was een brand in een café waar veel jonge lui waren bij elkaar om oud en nieuw te vieren. Dat was heel dramatisch afgelopen. En dat kwam toen heel groot in het nieuws natuurlijk. Ook heel veel dingen die er niet goed gingen. Ook heel veel dingen die wel goed gingen. Maar toen ben ik een half jaar later ben ik in Rotterdam op de ambulance gegaan. Dus dat was in juni 2001. Ja. Ik hoorde je zeggen, dat was de aanleiding om bij de ambulance te gaan. Kun je daar wat meer over vertellen? Ik werkte toen in het Zuiderziekenhuis, heette dat toen. Dat heet tegenwoordig Maastad Ziekenhuis. In het brandwondencentrum gewerkt. En toen had je natuurlijk heel veel mensen met brandwonden door die brand. En toen werden natuurlijk met ambulances werden die mensen gebracht. Had ik best wel veel indruk van, zeg maar. En ik later ook nog wat contact gehad met mensen van de ambulance dienst daar. Dus vandaar dat ik die keuze dan ja. Ja. Heel bijzonder dat zoiets gebeurt en dan die keuze maakt. Ja. Ja. En ik dacht zelf, ik kan helemaal niet goed tegen auto rijden. Want ik ben sowieso geen goede chauffeur. Maar ik kan ook helemaal niet goed naast zitten als iemand rijdt. Want dan word ik heel gauw misselijk. Ja. Dat valt nu mee. Nou, dan kun je die mand misschien nog Je hebt overwint dat. Inderdaad. Ja. Ja. Meester, u had ook nog een vraag. Ja, u ontmoet allemaal mensen natuurlijk. Hebt u wel eens een ontmoeting gehad waarvan u zegt, die vergeet ik nooit weer? Met gesprek of iets dergelijks. Ja, met een gesprek. Of... Ja, dat, verschillende natuurlijk wel. Ja, ook echt wel. Dat is de laatste keer dat ik in TD geschreven heb. Dat was ook een indrukwekkend gesprek. Dat ging met mensen die waren al wat op leeftijd. En, ja, niet verder vertellen. Dan moet iedereen maar thuis gaan lezen, toch? Ja, hij is al verschenen, hoor. Ja, dat weet ik. Ik heb het gelezen. Je hebt gelezen. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld een gesprek met mensen die je niet... Die vergeet je nooit meer. Nee. Maar ook echt wel van mensen dat je het aan het uiterlijk niet zo verwacht dat ze echt wel met de heren leven. Dat kan je dan niet zo altijd even goed zien, maar toch zit er wel wat in. Dat vind ik dan ook wel heel bijzonder. Maar ik oordeel heel gauw mensen op het uiterlijk. Maar daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Ja. Is dat ook wat ik ga eventjes naar de kijkers vragen? Ik zie dat Ralf dat vraagt. Wat is het mooiste wat u hebt meegemaakt? Is dat bijvoorbeeld zo'n ontmoeting? Ja, het mooiste is eigenlijk wel als je bij mensen komt en je kan echt wat voor die mensen betekenen. Dan, ze hebben echt heel veel pijn of heel veel, bijvoorbeeld een hartinfarct, dus een hartaanval. Dan kun je echt medicijnen geven, kun je wat betekenen. Je weet het naar welk ziekenhuis het beste is, dus je bel. En een half uur later worden ze daadwerkelijk echt geholpen en op een goede manier. Dus dat ze, echt van klachten vrij zijn weer. Ja. Ja. Dus het mensen helpen, dat vind je eigenlijk het mooiste? Ja, mensen helpen. Daadwerkelijk echt wat kunnen betekenen voor mensen. Dat is eigenlijk het mooiste. Ja, dan voeg je toch weer iets toe. Ja, ja zeker. Mooi. Ja. Mooi. Ik zie dat Mathilde die vraagt, wat is uw grootste blunder?
Ja, moet ik dat nou echt zeggen? Ja, ja, dat vind ik wel. Zij vraagt het en wij willen het ook weten. Ja. Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld... Ja, even kijken, die mand, het is een beetje... Ja, dit nemen we niet, normaal niet mee, hoor, in de ambulance. Nee, dat zit allemaal een beetje in de koffer. Want voor deze dan nog eens een keer bent. Dus kijk, hoor, kijk, hier zo. Kijk, dit zijn natuurlijk twee hele verschillende medicijnen, zeg maar. Daar kan je duidelijk het verschil zien. Maar het kan ook gebeuren dat het... Kijk, dit lijkt dan heel erg op elkaar, zeg maar. Toch zijn het verschillende medicatie. Dat moet je niet door elkaar halen. Nee, dat heb ik dus wel een keertje gedaan. Oké. Okay. Ja, je moet altijd goed lezen en goed checken met de chauffeur. En onderweg zei die man, ik ben zo misselijk. En wij hebben wel tegen de misselijkheid, weet je wel. Dat is gewoon vervelend als mensen misselijk zijn. Dus ik had medicatie opgetrokken en gegeven. Maar ik zat ook op de monitor. Ik denk, nou, hij had een hartslag van 80, maar ineens had hij een hartslag van 180. Oeps. Ja, dat was wel... Niet dat die mensen gaan niet goed met mij, het gaat niet goed. Dus ik zat nog een keer naar de medicatie. Ik denk, ach nee. Ik had een soort adrenaline. Dat heet atropine, metoclopramide en methylatropine. Dat zijn hele ingewikkelde woorden. Maar die had ik dus door elkaar gehaald. Zo. Ja, dus, dat is wel een verschilletje. Ja, dat was wel een verschil. Maar ik kwam bij het ziekenhuis. Hij zegt, nou, en dat medicatie, dat werkt zeg maar een minuut. Dus je gaat je hartslag heel snel. En je moet dat geven als mensen een hele trage hartslag hebben. Maar dat had hij niet. Maar hij zegt, nou, het gaat nu wel iets beter. Misselijkheid is gelukkig ook gezakt. Dus ik heb het maar niet tegen die meneer gezegd. Maar ik heb het wel, dat moet je dus daadwerkelijk ook melden. En dan wordt er wel wat mee gedaan. Ja. Maar dus dan worden die medicaties, aan de ene kant van de koffer komt die dan. En aan de andere kant van de koffer die bijvoorbeeld. Om je wat beter te helpen. Om dat beter te helpen. Ja. Ja. Nou, nog één kijkersvraag. Zou je mensen adviseren om het werk te gaan doen? Zeker. Het is heel mooi werk. Dus je moet wel tegen nachtdiensten kunnen natuurlijk, onrechtmatige diensten. Je moet ook de weekenden werken. Bijvoorbeeld op zondags, dan moet je tot 3-4 uur werken. En dan kom je thuis en dan gauw omkleden, wat eten, naar de kerk. Dan zit je ineens heel anders weer. Ja. Dus je moet goed kunnen schakelen. Dan ben je bij iets heel moois, maar dan ben je bij iets heel verdrietigs. En dat kan heel snel switchen natuurlijk. Ja. Maar dan aan de andere kant, je wordt er ook in begeleid. Hè? Dus als je op de ambulance komt werken... Is het niet zomaar van, oké, nou, succes, sterkte ermee. Je wordt echt een jaar aan je handje meegenomen. Iedere keer krijg je een stukje meer verantwoording. Ja, mooi. Zo. Ik las in de TDG je laatste column. Daarin geef je eigenlijk een soort les mee voor de lezers. Heb je ook nog een les speciaal voor jongens en meisjes? Voor je... Want het was best een heftig stuk wat je daar schreef. Voor volwassenen heb je dan ook nog iets voor kinderen? Ja, genoeg lessen natuurlijk. Maar als je mensen gaat helpen, dat is wel een les. Jullie weten allemaal waar de Oude Rijksweg is, denk ik, in Staphorst. Dat is de doorgaande weg, toch? Dat is best een drukke weg, volgens mij. En je ziet daar wat gebeurt. Je bent aan het spelen. Hè? En aan de overkant van de straat zie je dat er wat gebeurt. Er valt een vrouw. Die valt van de fiets en die staat niet meer op. Dat kan. Dan ga je toch niet door met spelen, denk ik. Dan ga je er naartoe. Om te helpen, toch? Of om te kijken van wat kan ik wel doen? Dan moet je niet gelijk die oude Rijksweg overhollen natuurlijk. Want van links en rechts kunnen er auto's vandaan komen. Dat gebeurt dus wel eens, dat de helper zelf slachtoffer wordt. En dat is eigen veiligheid eerst, zeggen we altijd. Ja. Dus dat is een grote les. Zeker. Nou, bedankt. Bedankt voor hier. En zometeen horen we nog veel meer van je bij de TDG Live. Ja, we gaan de quiz doen. En daarvoor kun je gaan inloggen bij... Slido.com. Achter het hekje vul je Kids Live in. Als je dat tenminste nog niet had gedaan en heb je het al wel gedaan... dan duik je nog even gauw de krantenbak in... of weet ik veel waar je hem hebt liggen, onder je kussen of op je bureau. En pak nog eventjes de nieuwste Kids, dat is deze, over muziek. En dan kun je mee gaan doen voor prachtige prijzen. Namelijk, als je eerste wordt, dan win je een bouwpakket van de Titanic. Die is beschikbaar gesteld door Sluban. Het is een hele prachtige, hij staat hier. Ja, Paul-Jan, zou je hem eens laten zien? Ja, ik denk daar ergens, als je hem die kant op laat zien. Het is echt prachtig. Ik zie dat je 6 jaar of ouder moet zijn om hem te kunnen maken. Nou, moet te doen zijn, denk ik. Hoe lang kun je ermee bezig zijn? Oh, vanaf 6 jaar. Je bent er 6 jaar mee bezig, denk ik. Hoeveel stukjes zitten erin? Dan moet ik eens even kijken, hoor. Ik zie 1012 staan, maar ik weet niet of dat klopt. Nou, ik heb ze niet nageteld, maar ik denk het wel. Ja, dat denk ik ook wel. Mooi. En word je tweede, dan win je het spannende boek... Het Nero-bevel van Johan Leeflang. Word je derde, dan win je het
leuke boek van Gisette van Dalen. Het kamp van groep 7. Nou, dat klinkt heel erg leuk als groep 7 op kamp gaat. Maar het is ook heel leuk als je een van deze twee boeken wint. Want het is niet zomaar een boek wat je dan krijgt. Maar ik zal ervoor zorgen dat je een gesigneerd boek thuis krijgt. Nou, en die heeft niet iedereen. Zowel Johan als Gisette gaan we vragen of ze er eventjes iets voor je willen inschrijven. Nou, ondertussen kun je inloggen. Ik begreep dat jullie ook mee gaan doen met de kidsquiz, hè? Pak hem er maar bij, de kids. En ik begreep dat de meeste, die gaat voor jullie online meedoen. Dus ja, als jullie niet winnen, kan het ook altijd aan de meeste liggen. Ja, maar daar hebben we het dan nog wel over. Nou, ondertussen allemaal inloggen natuurlijk. En terwijl je inlogt, Paul-Jan, heb je nog meer spulletjes in die mand zitten? Ja, wat verbandmateriaal en zo. Maar ik heb ook nog wat leuks voor de kinderen meegenomen. Een leuke bouwplaat. Oh, leuk. En zo. Ja, ik heb er maar twee van, medailles. Dus ja, dat is natuurlijk lastig. Oh, maar we hebben een tweeling, dus die kunnen... Oké. En ik heb ook twee wat kleurpotloden, zeg maar, van de ambulance. Dus, en wat stickers, dus ze mogen eigenlijk gewoon kiezen. Oh, leuk. En wat twee paar boekjes, die mogen ze ook nog meenemen. Leuk. Nou, dus zullen we hier wel neerleggen. Ja, nou, dat moeten jullie niet vergeten. Dat is wel heel erg gaaf. Ik denk dat dit voor heel de klas wel voldoende is. Dankjewel, dat is leuk. Hey, kun je ondertussen nog heel kort iets vertellen van de ambulance? Wat heb je erin zitten? Ja, je hoeft niet alles in detail. Nee, dat is niet heel alles. Veel, dat is natuurlijk maar een monitor. Hè, daar kunnen we zien van oké, wat is de hartslag? Wat is de bloeddruk? Wat is de zuurstofgehalte? En als dat, ja, daar kunnen we ook gelijk iets mee doen. Hè? Dus we hebben inderdaad medicatie bij ons. We hebben zuurstof bij ons. We hebben ook spalk bij ons. De brancard natuurlijk. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus... Nou, maar dat moeten we niet doen, want ik zie dat we moeten gaan beginnen met de quiz. Oh, okay. Sorry, dat is toch... ja, maar het is veel. Dank je. Nou, we gaan de quiz gaan we spelen. Heb je nog niet ingelogd, moet je echt razendsnel zijn. Want we gaan nu namelijk beginnen met de quiz. Zorg dat je de kids bij de hand hebt. En hier komt de eerste vraag. Vraag 1. Dat is, wanneer leefde Johann Sebastian Bach? Ja, er wordt hier druk in de kids gebladerd. Naar de laatste bladzijde, daar staat iets. Roep het maar naar de meester als je het weet. 1785. En de andere bekende mensen in die tijd, dat waren Lodewijk de 14e en George de 2e. Ja, misschien ken je ze, misschien ook niet. Maar Johann Sebastian Bach, die ken je denk ik wel. Want die heeft prachtige muziek geschreven. Waarover je dus in de kids kon lezen. Nou, de tijd is voorbij. En ik ben benieuwd of jij het goed hebt. Nou, dat is heel erg knap hoor. 77% van de kinderen die meedoen, hebben hem goed. Dat is mooi. We gaan gauw naar vraag 2. Vraag 2 is, welk boek wint Joliene Roosendaal? En ja, hier op mijn briefje staat dat jullie de schrijver van dat boek vandaag nog hebben gezien. Nou, ik ben benieuwd. Hebben jullie de schrijver van dat boek vandaag gezien? Ja? Oh, nou, geen idee. Ik keek vanmorgen in de spiegel, toen dacht ik hem ook te zien. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Er staan 4 titels van boeken. Ze klinken wel heel erg spannend. Misschien doe ik nog wel een beetje ideeën op hier. Ik weet niet wie het bedacht heeft. Maar de tijd zit er op. Ik ben benieuwd. En inderdaad, het is het boek Rookgordijn. En Joliene, ook van mij van harte gefeliciteerd en veel leesplezier. We gaan door naar vraag 3. Dat is een vraag over de Bijbel. Welke functie had David in dienst van koning Saul? Is dat schenker, violist, wapendrager? Geen van bovenstaande. Ja, roep maar naar de meester, want ik kan niks voor je invullen. Ja, het is een lastige hoor, want ik moest ook eventjes goed kijken wat het nou precies was. Maar we gaan erachter komen of het goed is. Een wapendrager wordt hier gezegd, maar of dat klopt... En natuurlijk is dat goed. Ja, vraag 4 is een hele moeilijke. Wat is een interval in de muziek? Interval, dat is wel lastig, of niet, Paul? Dat vind ik wel lastig, ja. Ja. Heb je zoiets ook op de ambulance? Ik denk dat ik het wel weet. Maar... Ja? Ja, zeg maar niks. Zeg maar niks. Nee, een interval. Ja, we hebben natuurlijk wel een muziektoon. Tertu. Oh ja. Ja. Dan stopt het even en dan is het weer twee. Zou niet moeilijk zijn om na te spelen. We kunnen zo meteen Harm Hoeven nog eens vragen of hij zoiets kan spelen. Ja. Ja. Nou, de interval, Paul-Jan, wat denk je? Ja, ik dacht de afstand tussen twee noten. Maar... En ik denk dat dat klopt. Okay, ja. Dus heel goed. Nou, en ik zag de tussenstand niet, maar de volgende vraag die is er al. Waarheen gingen Annelien en Renske op
kamp. Ja, die hadden volgens mij een heel leuk kamp als ik dat stuk zo las. In ieder geval een hele bijzondere locatie. Ja, bladen maar weer in de kids, want daar staat het antwoord. Ja, ik zie al een goede bladzijde. Het is bladzijde 7. Daar kun je het antwoord vinden. Ja, en waar zou het zijn? Je ziet hier verschillende antwoorden. Kruidvatfiliaal. Lijkt me echt leuk om op kamp te gaan. Ik ben benieuwd wat je er allemaal doet. Nou, het is het Kruidhuis in Delft. Nou, jullie hebben de kids goed gelezen. En ik zie CV 2010 zie ik op nummer 1 staan. De Krummetjes op nummer 2 en Buurman op nummer 3. Nou, dat gaat echt heel erg goed. En ik ben benieuwd. Volgende. Wat is het thema van een van de volgende kidsen? Ja, dat is een beetje een lastige. Want hoe kun je dat nou weten, denk je misschien? Nou, kijk maar eens. Je kan er een kleurplaat van gaan maken. En die kun je dan naar ons opsturen. Ondertussen kun je het alvast doen, hè? Zometeen na de uitzending. Stel dat je je verveelt. Maak even een mooie kleurplaat over dat ene thema. En stuur hem naar ons op. En ja, ik ben benieuwd waarover het zou gaan. Zal het over de ambulance gaan? Dat denk ik niet. Nee. Zal het over school gaan? Over Staphorst? Nou, die staat er allemaal niet bij. Zo, Romeinen. Ongeveer de helft had het goed. We gaan door naar de volgende vraag. Ja, dit is een echte telvraag. Hoeveel muziekstandaards staan er in de kids? Nou, dat zijn er echt heel erg veel. Want sommige zie je heel erg goed. Andere zie je helemaal niet goed. Als ik jou was, zou ik voorin beginnen met tellen. En dan langzaam zo naar achteren gaan. Ja, dit is wel een lastig hoor. Meester, speelt u muziek? Ja. Wat speelt u? Ik speel een orgel. We hebben ook een orgel in de klas. Mooi. Oh, dat is mooi. Ja. En zingen doet u ook, begreep ik? Ja, ik zit bij de organist van vanavond op koor. Nou, dat is heel speciaal. Oh, er wordt een antwoord geroepen. Ja, dan ben je te laat. Ach. Ik ben afgeleid. Sorry, sorry. Ja, dat was heel gemeen van mij. We gaan door naar de volgende. Wat voor haar zit er aan de stok van een cello? Nou, dat zou van mij niet meer zijn. Oh, er wordt hier iets geroepen. Geen haar van mensen. Jullie haar zit trouwens echt heel mooi, meiden. Ja, van jullie denk ik ook, jongens. Maar dat zit onder de pet. Maar van jullie, meiden, wie heeft dat gedaan? Kan de microfoon nog gauw die kant op? Oma. Zo, nou, dat heeft jullie oma echt heel goed gedaan. Heeft hij dat ook altijd, zo daar ongeveer? Ja, wel een beetje grijzer, denk ik. Ja. Ja, dat scheelt nog voor jullie dan. En is het goed, hier werd paardenhaar geroepen. Ja, en dat antwoord klopt. En veel van jullie wisten dat ook. Heel erg goed. We gaan naar de één na laatste vraag. Maar hier zie je nog eventjes de tussenstand. Vosje staat op nummer 1. Freek staat op nummer 2. En Buurman die blijft lekker op nummer 3 staan. Maar wel twee andere kinderen op nummer 1 en 2. Nou, we gaan door naar vraag 9. Welke instrumenten, meervoud, bespeelt Noortje van Middelkoop? Ja, die speelt twee verschillende instrumenten. En heel erg leuk. Als je de kids open doet, dan dan kun je zelfs nog samen met Noortje spelen. Nou, dat is helemaal leuk. Als je het nog niet hebt gedaan, zou ik het zeker doen. Want ja, wie wil dat nou niet? Ja, Noortje van Middelkoop. Kent u die? Die ken ik. Ja, heeft u ook wel eens muziek van haar geluisterd? Ook wel, ja. Ja? Zij werkt ook wel eens mee in onze concerten. Dus oh, mooi. Wel, ja. Oh, u kent haar zelfs beter. Yes. Nou, inderdaad, het goede antwoord is accordeon en panfluit. Vraag 10. Ja, dat is weer een hele leuke. En dan weten we gelijk de einduitslag. Hoeveel brillen heeft Daan van Oosterbrugge in deze kids getekend? Ja, ga die maar stellen en zorg dat je je bril goed op hebt. Want dit is wel een hele lastige vraag. En ik lees hier dat wc-brillen niet mee tellen. Nou, dus tel die niet mee. Ja, wc-brillen. Kun je als je een bril op hebt ook op de ambulance rijden? Dan kan je ook op de ambulance rijden. Okay. Maakt allemaal niks uit. Nee, nou, je wordt wel getest natuurlijk, uitgebreid getest. Ja. Want als je met bril ook nog niet goed kan zien, dan dan wordt het heel lastig. Ja, ja. Nou, we gaan kijken wat de kinderen hebben gedaan die mee hebben gedaan. Nou, die hebben goed geteld. Meer dan 22. Dat is 20%.